Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik je mijn favoriete producten van september laten zien. Ik heb het mandje er weer bij gepakt en september is weer voorbij gevlogen. Dus ik ga je laten zien welke producten ik heel erg fijn vond. Dus mocht je daar benieuwd naar zijn, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee naar deze video. Ik begin even met een aantal producten van de Essence Trend Editie Live Life in Coral. Ik heb hier een uitgebreide video over opgenomen, maar ik vond de Mattifying Power heel fijn. Deze heeft de naam 01 Smiling from Shore to Reef. Het is dus een poeder. Hij is gebaseerd op de All About Matte Compact Poeder. Het is dus dezelfde textuur en hij is geschikt voor iedere huidstype, want hij is... gewoon transparant. Ik vond de binnenkant heel mooi met die onderwaterwereld. Het is ook een collectie die echt wel een beetje geïnspireerd is op de onderwaterwereld. Ik vond dat heel erg mooi eruit zien. Prima poeder die gewoon mooi fijn afpoedert. Ik zal hem even swatchen. Ik heb hem hier geswatcht, maar ik denk niet dat hij heel goed zichtbaar is. Omdat hij gewoon echt wel transparant is. Maar echt wel een hele fijne poeder die... Die het gewoon goed deed op mijn gezicht. En dat vind ik altijd fijn. Dat vind ik altijd wel belangrijk. Dus die was echt top. Dan heb ik ook de PH Pace Lip Oil. Het is dus een lipolie. Ik vind hem er heel mooi uitzien met dat blauwe erin verwerkt. Want dat geeft je weer die onderwaterwereld gevoelens. Deze heeft de naam 01 Cute Cuter Corals gekregen. Dit is een lipolie. Ik heb hem gebruikt in de nacht. Die je lippen dus wel eigenlijk een mooie glans geven, maar ook heel zacht maken. Ik vond de geur alleen niet te harde. Hij ruikt niet echt heel erg lekker. En de applicator, die vond ik heel vervelend, want hij is hard. Hij beweegt niet mee. Ze hebben dit ook al een keer bij Catrice gedaan. En dit soort applicators vind ik gewoon niet handig. Maar de olie zelf is wel heel fijn. Maar juist omdat ik hem dan in de nacht gebruik, dan ruik ik die geur van die olie niet. Maar ja, omdat hij wel die mooie glans geeft, is het eigenlijk ook wel heel erg mooi om overdag te dragen. Maar als je de geur kunt weerstaan, is dat natuurlijk ook helemaal prima. Deze collectie ligt niet meer in de winkel, maar is online nog steeds te koop overigens. Even kijken hoor, wat ik er nog meer had ingestopt van die collectie, want dit is nog niet alles. Ik heb ook de Blush Lighter Stick en dat is deze. Dat is een hele mooie blush met lichtreflecterende deeltjes erin. Met de naam 01 Glowing Coraltastic Baby. En het is dus een hele mooie blush in stickvorm die je dus zo omhoog kunt draaien. Zo ziet hij er dan uit. Jullie kunnen denk ik niet heel veel zien van die lichtreflecterende deeltjes. Maar ik zag het met swatchje wel. Op mijn gezicht zag ik dat minder terug. Ik heb hem aangebracht vanaf de stick en dan is hij wel heel heftig. Dus je hebt er niet heel erg veel van nodig. Maar hij blendt heel goed uit en dat is heel erg fijn. Zo ziet de swatchje dan uit. Hij lijkt zo minder intens, maar op mijn gezicht was hij echt wel best wel intens. Dus ik vond het wel een hele mooie blush lighter. Alleen jammer dat ik niet zo heel veel van die licht reflecterende deeltjes op mijn gezicht terug zag komen. Goed, dan heb ik twee... cream bronzers, deze komen uit de Melted Sun lijn van Catrice en dat zijn deze. Ik heb dus allereerst deze kleur. Deze is de 030 Pretty Taint. En dan heb ik ook de iets lichtere variant, dat is deze. En dit is de 020 Beach Babe. Dit zijn dus creamy bronzers waarmee je gewoon je gezicht kunt contouren. Ze zien er zo uit, ze zijn best wel smeuig. Dat is deze, ik zal die andere zo ook even laten zien. Ze brengen eigenlijk best wel goed aan en ze blenden ook super goed in. En daar was ik heel erg enthousiast over. Want ik heb wel eens van dit soort bronzers gehad dat het blenden helemaal niet ging. Dat je heel erg strepen kreeg. Maar deze deden dat echt super goed. Dit is dan die donkere kleur van de binnenkant. Je ziet nu natuurlijk omdat ik eroverheen ben gegaan met gebruiken dat hij niet zo netjes er meer uitziet. Maar ja goed, dat krijg je met gebruik van dit soort producten. Dit zijn de swatches, de lichte en de donkere. Maar ik vond ze eigenlijk allebei heel goed op mijn gezicht. Ik hou zelf ook wel van een wat donkerdere bronzer. Maar ik kon hem zo mooi inblenden dat het er toch natuurlijk uitzag. En daar werd ik wel heel erg blij van. Want soms kan een kleur echt te donker zijn. Maar deze twee waren echt fantastisch. Beide kleuren dus, vond ik. Dan heb ik van Kruidvat de Wear It Nude Skin Perfecting BB Cream. Deze heeft een long-lasting hydration en SPF 20.
En ik heb hem in de kleur light. Je had verschillende kleuren, maar het is dus deze. Het is dus eigenlijk gewoon een BB-cream die wat lichter op de huid aanvoelt. Hij belooft een medium dekking, maar ik vond de dekking eigenlijk nog best wel goed. En dit zijn ook wel van die fijne producten, vind ik, voor als het echt heel warm weer is. Nou, heb je dat nu natuurlijk niet meer, maar omdat die ook wel ja, toch tegen de zon beschermt door die SPF 20. Nou, weet ik niet of dat voor iedereen heel genoeg is natuurlijk, want ja... Ik denk wel dat je hierbij nog, als je echt in de zomer bent, zonnebrandcrème moet smeren. Want SPF 20 is dan misschien wat weinig als het echt heel warm is. Maar het is eigenlijk een BB-cream die lang blijft zitten, maar dus ook de huid nog hydrateert. En er zitten dus getinte pigmenten in. En ze passen zich eigenlijk een beetje aan je huidskleur. Nou ja, als je nou echt een wat donkerdere huidskleur hebt, kun je beter voor de medium variant gaan. Maar ik ben natuurlijk heel licht en dan past hij zich daar heel erg mooi aan aan. Het heeft een pompje, wat ik op zich wel hygiënisch vind werken. Dit pompje werkt zo. Ik heb ook wel eens gehad van die pompjes die werkten dus voor gaan meten. Dat ik dacht van ja, hoe ga ik dan producten uitkrijgen? Nou, hij zwart is ook niet heel veel, maar dat maakt niet uit. Dan laat ik gewoon even zien. Dan zal ik het zo eventjes laten zien, want ik vind dit wel heel grappig eruit zien namelijk. Kijk, nu zie je nog dat hij wit is. Maar als ik hem ga smeren, dan wordt hij getint. Zie je het? Nou, komt hij op mijn hand heel donker over. Maar ik ben natuurlijk ook hartstikke licht. Op mijn gezicht was de kleur echt fantastisch. Maar dat komt dan ook omdat je het met een kwast gaat blenden. En dan ziet het er gewoon heel erg mooi uit. Maar als ik hem zo zwart zie, dan denk ik, ja, dan komt hij heel donker over. Maar voor mijn gezicht was hij echt heel goed. Dus deze vond ik ook echt heel fijn. Ik vind het ook wel leuk dat het eerst een soort crème is. En dat het dan uiteindelijk door die gekleurde pigmenten dus een kleur krijgt. Dus dat vond ik echt wel super leuk om te zien. Ik ben net wat vergeten te laten zien uit de Live Life in Coral collectie, zie ik. Want de mascara ligt er nog in. En dat is de I Love Extreme Blue Crazy Volume Mascara. Ze hebben deze in het vaste assortiment ook al in het zwart. Tegenwoordig zit de blauwe ook in het vaste assortiment. Maar deze hoort dus echt bij die trendeditie. En nou, dit is dus een mascara met die blauw eruit ziet. En hij is echt heel erg mooi blauw. Dit is een borsteltje. En ik... kreeg echt volume aan mijn wimpers. De blauwe kleur is heel erg mooi. Er zit een hele goede pigmentatie in. En ik merk ze ook gewoon echt dat mijn wimpers er heel erg mooi uitzagen. Echt die mooie blauwe kleur. En ja, ik had echt volume. Normaal gesproken blijven mijn wimpers toch wat slapjes. Ik heb gewoon niet van die hele volle wimpers. Maar deze gaf echt volume en ik zag echt, ik draag wat. En ook wel komt dat natuurlijk door de intense kleur, maar die vond ik echt heel fijn. Die heeft me ook heel positief verrast, deze. Maar die zat dus nog even ergens onderin. Dat was een beetje, ja, jammer. Dan heb ik deze heb ik bij de Action gekocht. Het is een Pearl Glow Shimmering Body Oil. En ik heb deze eerder al geprobeerd in andere tinten. En die bevielen niet, omdat ik die niet zag. Maar dit is dus een Pearl White variant. Kijk, dan valt het mij altijd op. Ze plaatsen dus altijd ook wel een dame op het doosje die echt een hele mooie getinte huidskleur heeft. Waardoor je het heel goed ziet. Maar bij deze zag ik ook echt wel wat gebeuren op mijn... bij mijn eigen lijf, zeg maar. Nou, ik heb hem meer een beetje hier zo aangebracht. Want ik ben niet zo van overal glimmen. Maar het is dus eigenlijk gewoon een olie met een shimer erin. Zo ziet hij eruit. Ik vind het flesje op zich ook best wel luxe. Ze zijn niet super duur. Je hebt dus meerdere kleuren. En dan is dit het pompje die eraan zit. Nou, ik zal een beetje op mijn hand pompen. Gelijk altijd alles even schoonmaken. Want het kan soms zo erg... ja, eruit zien, daar kan ik niet zo goed tegen. Hier zie je hem dan. En als ik hem dan een beetje blend, zie je eigenlijk nou, een beetje een kloof schijnen. Het ziet er een beetje minimaal uit. Misschien nu op mijn hand, maar ik vond het echt ja, zo in mijn nek en zo vond ik het echt heel erg mooi uitzien. Want deze kleur zag ik ook echt in die andere. Die vielen, het waren wat warmere tinten en dit is echt een koelere tint. En die warmere tinten, die zag je bij mij gewoon echt niet. Maar deze dus wel. De Pearl White variant dus. Dus daar was ik ook wel heel enthousiast over. Want die vond ik echt wel heel fijn. In vergelijking met die andere twee was ik blij dat deze bij mij het goed deed.
Dan heb ik van Catrice de Skin Glaze Hydrating Serum Primer. En dat is deze. Deze belooft eigenlijk dat je gezicht een soort van glasglans krijgt. Nou, daar zag ik niks van terug. Maar hij hydrateerde wel supergoed. Hij werkt met een pipetje. Kijk, hier zit het dan in. Het lijkt een beetje een melkachtige substantie als je er zo naar kijkt. Want hij is best wel... ja, een beetje intens. Ik ga hem ook even swatchen. Maar als ik hem dan zo aanbreng, ja, zie je echt wel wat. Maar op mijn gezicht, kijk, was hij meer transparant. Ik heb hem hier aangebracht. Je ziet wel een beetje, hier zie je die milky substantie wel een beetje. Hij gaat nu hartstikke weglopen, dus dat gaan we niet doen. Maar op mijn gezicht zag ik dat niet echt. Maar voor de hydratatie vond ik hem heel fijn. Als je echt ja, dat glas effect zou willen, dat het echt... heel mooi, ja, dat er zou komen, dat zag ik bij mezelf niet terug. Vind ik dat niet zo erg, want ik gebruik toch altijd foundation eroverheen. Maar ik vond hem wel heel fijn, eigenlijk puur voor de hydratatie dus. Oeh, ik zie vooral dat er nog heel veel... oh nee, het valt ervan mee, toch wel een beetje een combinatie. Dan heb ik van Essence de Electric Glow Color Cheek en Lip Olie. Deze verandert dus naar waarde van de pH-waarde in je huid. En dat is deze. Je kunt hem dus gebruiken voor je lippen en je wangen. Maar het is dus wel een olie. Dus hij vervaagt wel. Hij ruikt zo lekker. Oh, hij ruikt naar zure matten. Oh, lekker. Dit is het applicatortje. Je brengt het aan. En dit is dus een product die gaat bij iedereen op zijn huid anders reageren. Omdat je allemaal een andere pH-waarde in je huid hebt, kan die bij de een heel donker uitpakken en bij de ander wat lichter. Nou, je kunt hem dus op je wangen gebruiken als een soort blush. Ik heb hem hier trouwens geswatcht. Ja, hier komt hij natuurlijk ook weer anders over als op je lippen of op je gezicht. Maar goed, ik swatch hem nu wel, maar hou daar niet te veel aan vast. Want omdat ik heb best wel een vrij hoge pH-waarde in mijn huid. Maar ja, als jij bijvoorbeeld een wat minder hoge pH-waarde in je huid hebt, kan de kleur veel lichter uitvallen. Dus ik vind het wel heel leuk. Ik vond hem op mijn lippen ook heel mooi. Je bent hem alleen wel wat sneller kwijt, omdat het meer een olie is. Dus zodra je gaat drinken en gaat eten, ben je hem wel kwijt. En zul je hem dus echt wel weer moeten aanbrengen. Maar hij voelt echt heel prettig aan. En op mijn gezicht zag het er ook heel erg leuk uit. Dus ja, ik was wel heel erg enthousiast over deze. Ik vind het leuk altijd, dit soort producten die van kleur veranderen. Omdat je dus inderdaad bij iedereen een andere, ja, kleur krijgt. Dan heb ik een aantal producten uit de limited editie van Catrice. En ik pak het er even bij, want dit was de Poolside of Life collectie. Dit was zo'n collectie die ook heel erg zomers was. En daar heb ik allereerst deze Cooling Face Stick van. Dat is dus deze stick. Heeft hij een naam gekregen? Uiteraard Channel 1 Pull Down. Dit is zo'n gezichtstick die heel verkoelend zou werken. Dit zijn ook van die lekkere sticks. Die kun je bijvoorbeeld eventjes in de koelkast leggen. En dan voelt hij heel koud aan op je gezicht. Hij ziet er mooi blauw uit. Deze is geurloos. Nou, ik zal hem wel even swatchen. Maar hij voelt nu niet zo heel koud aan. Je ziet hem verder niet. Maar het is een hele fijne stick die je dus lekker op je gezicht kunt aanbrengen. En dat is vooral ook heel lekker met de warme dagen waar we nu niet meer mee te maken hebben. Maar het is ook wel zo'n lekker product voor de zomer. Maar het was ook meer zo'n zomer trend editie. Dus, of limited editie. Dus nou, wel echt een hele fijne stick. En ik vond gewoon dat hij heel fijn aanvoelde op mijn gezicht. Dat dopje krijg ik niet zoals ik het wil. Nou, laat lekker wezen. Ja, hij beviel gewoon heel erg goed. En daar was ik heel blij mee. Maar ik denk inderdaad in de koelkast dat hij nog lekkerder is. Maar je kunt hem gewoon gebruiken als basis onder je make-up. Maar misschien vind je het gewoon lekker om, als je geen make-up gebruikt, er ook mee overheen te gaan met zo'n stick. Weet je, heel veel mogelijkheden en het voelt gewoon heel lekker aan. Deze collectie ligt ook niet meer in de winkel, maar is online nog steeds te vinden. Maar ik weet niet wat er nog van te koop is. Ook uit die collectie had ik de 4 waterproof eyeliners gekocht. En dit zijn dus eyeliners die dus waterproof zijn. Ik heb hier allereerst een paars variant. Het zijn hele leuke kleuren, vind ik zelf. Eventjes kijken hoor, want ze hebben namen gekregen. Ik heb hier de C03 Lavender Lemonade. Ik zal van die paarse wel even het puntje laten zien. Hele fijne punt, vond ik het.
En ze zijn echt waterproof. Want ik heb de waterproeftest eventjes gedaan. Vind ik altijd belangrijk. Van werkt dat ook echt? En hij werkte echt. Dan hebben we hier de C01 Lime Crush. En ik vond het heel erg leuk staan. Vooral als je een beetje je make-up erop aanpast. Maar je kunt ze natuurlijk ook gewoon solo gebruiken. Hè? Ik bedoel, als je gewoon niet zo zin hebt in oogschaduw. En je brengt gewoon zo'n gekleurde eyeliner aan. Is ook hartstikke leuk. Dit is de C04 Golden Hour. Dat was een oranje. Die vond ik ook wel heel tof. Dat is wel grappig. Want ik zou dit vroeger ook nooit gebruiken. En nu vind ik het allemaal hartstikke leuk. En ik had ook een blauwe. En dat is de C02 Splash of Joy. En dan zal ik zo nog even de swatch laten zien. Nou, ik heb ook in de video waarin ik deze collectie uitteste ook even de waterproof test gedaan. Dat ga ik nu niet doen, maar dat heb ik dus al gedaan. En zo zien ze er dan uit. Lekker pigmentvol. Goed fel. Ik vond het wel heel erg leuk, maar dat moet altijd wel je ding zijn. Kijk, en dat ga je dus zien doordat ze dus waterproof zijn. Krijgen ze ook niet zo heel makkelijk van je hand af. Je ziet dus hier en daar nog wat zwartjes. Maar goed, dan gaat dat wel met douchen weer af. Dat maakt ook niet uit. Ook had ik nog 3 nagellakjes uit die collectie. En dit is de C03 Purple Skies. Een hele mooi paars kleurtje. Ik vond de dekking heel mooi. Na 2 laagjes vond ik de dekking eigenlijk heel erg goed. Het is altijd heel persoonlijk, want 1 vindt het bijvoorbeeld minder mooi. Ik zal van deze ook even de applicator laten zien. Kijk, die ziet er dan zo uit. Eigenlijk heel basic, maar het droogde ook mooi op. En ik vond het resultaat heel mooi en het bleef best wel goed zitten. Ze bleven echt best wel lang zitten, want ik kon die rustig een week mee doen. Ja, lichte chipjes, maar niet dat ik hele stukken verloor. Dus dat vond ik heel fijn. Paars kleur dus. Ook een blauwe. C02 Deep Dive was dit. Het staat er allemaal in het wit op, dus een beetje moeilijk leesbaar. En ze hadden ook deze kleur. En dat is de C01 Sundowner. Ook een leuk kleurtje. Ja, ik was er enthousiast over. Ik werd er blij van. Dan heb ik van Essence de 8 Hour Matte Liquid Lipsticks. En ik heb deze in 2 kleuren. Dat zijn deze. Dit is de 05 Pink Blush. Dat is dus de rozige kleur. En ik had ook de C07 Classic Red. Rood blijft toch ook altijd wel een van mijn favorieten. Hele mooie lipsticks die dus mat zijn, maar mooi opdrogen en daardoor ook eigenlijk bijna niet afgeven, maar ook echt heel goed blijven zitten. Die ruiken altijd zo lekker, joh, die matte, deze liquid lipsticks. Dit is de applicator, eigenlijk prima. Heel mooi. En je ziet al gelijk dat ze mooi mat aanbrengen. Je kunt ze ook gewoon echt heel erg mooi aanbrengen. Ja, ik was heel enthousiast. Misschien dat ik hier nog wel eens wat meer kleuren van wil hebben. Want ik vind ze echt heel erg fijn. Nou, ik zal gelijk ook even die rode erbij doen. Maar ze voelen ook heel comfortabel aan op de lippen. En ik had niet het gevoel dat mijn lippen heel erg uitdroogden van deze lipsticks. En dat heb je normaal wel bij liquid lipsticks heel vaak. Maar deze deden dat niet. Zo ziet het eruit. Ik vond het heel erg mooi. Je hebt ze in diverse kleuren. Dus vaak zit er voor iedereen wel een kleurtje bij die je mooi vindt. Denk ik dan maar. Zo, ik heb wel een troep gemaakt nu van mijn hand. Gruwel. Nou, maakt niet uit. Nou, dan heb ik van Catrice nog de All Over Glow Tint. En dat zijn 3 van die tubetjes waar een soort van highlighter in zit. Maar je kunt ze dus voor meerdere doeleinden gebruiken. Want je kunt ze namelijk gebruiken voor je ogen, je lippen en je wangen. Ik heb ze eigenlijk voornamelijk op mijn wangen gebruikt. Op mijn ogen niet altijd reageren mijn ogen heel goed op vloeibare producten. Soms is een product, dan doet het echt pijn op mijn ogen. Dus dat durfde ik niet zo goed. En op mijn lippen, daar vond ik ze niet zo mooi voor. Maar wel als highlighter. Ik heb hier de kleur 030 Sun Dip. Dat is deze. Ik zal hem even zo houden. Een leuk kleurtje, maar ik zal het zo even met zwartje laten zien. Er zit gewoon eigenlijk een heel klein openingetje in waar het product uitkomt. En je kunt het dan gewoon mooi uitblenden. Zoals, oh, komt veel te veel uit. Dat was niet de bedoeling. Oei. Nou, dat was niet helemaal de bedoeling. Ik kneep te hard. Dan heb ik hier de 020 Keep Blushing. Dat is deze tint.
Nou, even kijken of ik deze wel een klein beetje kan doen, want het moet niet zo'n overload aan product uitkomen. Dit was echt gewoon zonde hoeveel er uitgekomen is, maar ja. Ja, kan gebeuren. En dan heb ik de 010 Dreaming Diamond. En dat is deze. Het zijn dus drie echt hele andere tinten. Kijk, deze kan ik dan wel mooi netjes aanbrengen. Zo ziet het er dan uit. En dan als ik bijvoorbeeld deze een beetje... Kijk, dan zie je een hele mooie glow. En dat ziet er echt wel heel erg mooi uit. Maar net wat ik zeg, voor mij vond ik het meer mooier voor op mijn gezicht als een highlighter dan als ja, echt voor mijn ogen en mijn lippen. Dan heb ik van Essence nog de Multitask Concealer. Deze belooft erase, cover en care. Ik heb hem in de 05 Cool Porcelain. Dat is deze. Dat is dus zo'n concealer met zo'n kwastje. Die hadden ze vroeger ook heel vaak. En dan moet je hier aan draaien en dan komt het product eruit. Ik vond het wel een mooie concealer. Want hij was echt qua kleur ook helemaal mooi. En hij gaf inderdaad een mooie dekking. Ik zit mijn hele hand eronder te smeren. Want er komt natuurlijk weer heel te veel uit. Zoals elke keer. Ja, je kunt dus echt ook wel plekjes ermee coveren. Verwijderen vind ik altijd een beetje lastig. Je kunt het vooral, ja, gewoon dat je het minder ziet. Maar het is niet dat je het kunt verwijderen. Want ja, je zult het er altijd wel iets doorheen zien. Iets van een buisje of zo. Zo ziet hij eruit. De dekking is verder eigenlijk helemaal goed. Dus daar had ik ook niks op aan te merken. Dus daar werd ik ook wel heel erg blij van. Dus ik vond het een hele fijne concealer. Vooral omdat de kleur ook heel fijn is. Hij blendt goed uit. Dus daar werd ik dan ook wel heel enthousiast van. Dan ben ik toe aan het laatste product. En dat is een oogschaduwpaletje van Fab Factory. Die kwam op deze kaart. Die heb ik er even bij gehouden, zodat je dat even kunt zien. En op de achterkant zie je dan ook de kleuren staan die erin zitten. Dit is zo'n leuk paletje met een soort van panterprintje erop. Ik vind hem wel heel leuk. Ik heb al vaker van dit soort paletjes gebruikt en ik vind ze altijd heel fijn. Ze zijn ook vegan. Hij komt bij de Action vandaan. Zo ziet de binnenkant er dan uit met deze tintjes en een spiegeltje. Ik vind het wel een hele leuk. Ja, ik vind het wel een leuke combinatie van kleuren. Je hebt shimmer, maar ook matte oogschaduw erin zitten. Dat vind ik zelf altijd wel heel erg leuk. Zo ziet de pigmentatie eruit. Maar je kunt er echt wel leuke ooglooks mee maken. Het zijn kleuren die je aan moet spreken. Ik snap dat niet iedereen dat misschien even leuk vindt. Maar ik werd er wel heel blij van. Dus voor mij altijd wel heel fijn. Wat je er dan ook nog bij krijgt is zo'n... een dubbelzijdig sponsapplicatortje. Ik gebruik die zelf nooit, want ik gebruik liever mijn eigen kwasten. Maar ja, het paletten zelf is gewoon echt prachtig. En voor een lage prijs vond ik hem in ieder geval heel erg fijn. Dus ik werd er heel blij van. Dan waren dit mijn favoriete producten van september. Ik ben benieuwd of jij als een van deze producten hebt uitgeprobeerd. Of dat je misschien naar aanleiding van deze video denkt, ik zou het ook wel eens willen proberen. Of er zat misschien een product bij waar jij totaal niet enthousiast over was, waar ik wel blij van werd. Ik zou het leuk vinden ja, om dat te horen. Dus mocht je dat willen delen, laat het vooral achter in de comments. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, daar staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk? Doe dan ook zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doei!